Ik heb veel vrijheid in mijn werk. Ik mag redelijk zelf bepalen wat ik de hele dag doe. Ik werk samen met één collega en wij overleggen 's ochtends wat de plannen zijn. En dan gaan we aan de slag. We proberen zoveel mogelijk per vereniging te kijken wat nodig is en welke tijd daarvoor nodig is. En nou een eerlijke verdeling te maken. En in samenspraak met de vrijwilligers, daar voeren wij de werkzaamheden uit. Als ik op een bepaalde vereniging zie dat er een bepaalde klus nodig is, dan kijk ik of die tijd daarvoor is en dan gaan we die uitvoeren. Of zij vragen aan onze assistentie als zij bepaalde dingen niet kunnen. En dan helpen we graag.